Zo. Ja, laat maar. Ik snap het niet meer. Leuk dat jullie er weer zijn. Oh ja. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag veel interessante meldingen gehad. Leuke dingen gedaan. Gezellig geweest vandaag met de cameraman. Dus ik zeg veel kijkplezier. En geniet ervan. Abonneer even als je het leuk vond. Laat een leuke reactie achter in de comments. En wie weet tot de volgende keer. Wat hij zei. Veel kijkplezier. De ballen. Ik ben geboren filmster, jongen. Ik zweer van wel. Waarom ga je niet met Lennart mee? Barendrecht met Tim, goedemiddag. Oké, we zijn onderweg naar de A15 rechts, 62-1. Daar zou een auto op de vluchtstrook staan. Koos is al die kant op geweest, maar mevrouw stond op de vluchtstrook links. Niet op de vluchtstrook rechts. Waardoor Koos voorbij gereden is, omdat hij anders vier banen moet oversteken in best wel druk verkeer. En dat is natuurlijk niet heel slim. Vandaar dat wij nu die kant op gaan om even te kijken wat we daar kunnen doen en wat we kunnen betekenen voor mevrouw. Heeft hij? Niks achter. Lekker band? Ja. Top. Lekker makkelijk. Goedemiddag mevrouw. Hallo. Sorry voor de ogen. Nee hoor, het is mijn werk, dat is geen probleem. Zo. Hartstikke idee. Dat is een lek bandje. Dat is niet zo heel erg. Maar de plek waar ze staat, ja, links op de vluchtstrook, dat is nog beroerder dan de vluchtstrook rechts, zeg maar. En daarom mag de wissel ook met blauwe lampen rijden. En, gaat er altijd een extra baan uit. Maar ik denk dat dat wel gefixt is nu. Wij gaan gauw hier weg en dan kan de wissel spullen opruimen en dan gaan we. Worden hard en klap. Ja. Is dat dan dat er iets tegenaan is? Ik denk het wel. Dit kan ik niet maken. Wat ik kan maken zijn schroefjes, spijkers, gaten dat gewoon hier zit. Even kijken. Mijn broers baan te graag berging. Hey, ik heb een vraag. Heb jij toevallig het bandje 165 60 R15H liggen? Ik denk dat dat niet uitmaakt. Het is een eigen auto, denk ik. Zo, we hebben mevrouw toch even naar de garage gebracht. De band kon ik niet repareren helaas. Er zit een scheur in de wang van de band. En daar kan ik helaas niks aan doen. Maar omdat mevrouw naar Eindhoven moet en morgen ook andere dingen te doen heeft. Die moet naar het ziekenhuis en een operatie. En het is een vrouw die al wat op leeftijd is. Probeer ik mevrouw toch net iets verder te helpen, want om haar ergens op, bij een of andere tankstation te laten stranden, dat is ook weer zo. Dus heb ik mevrouw nu naar de garage gebracht. Hartstikke.
Dan gaan we even naar binnen, denk. Hoi, man. Hoi. Ik heb een autootje voor je bij. Lekker, was goed. Rustig met jou? Ja, lekker, man. Van die mevrouw. Hallo, mevrouw. We moeten een nieuw bandje hebben. Oké. Okay. Nou, dan gaan wij weer verder. Mevrouw, bedankt. Alsjeblieft. Geen probleem. Oké, we hebben mevrouw bij de garage gebracht. Wij gaan nu verder met de dag. En ze gaan hier de band verwisselen, die hebben ze op voorraad. En dan kan mevrouw weer verder met de dag. We zijn aan het flitsmeesteren. Ik zag wat staan, dus ik ga nu even over de tunnel heen draaien. Dan zijn we gewoon net een stukje sneller. Dit is een calamiteitendoorgang, maar ook voor te hoge vrachtwagens. Die kunnen zo over de tunnel heen rijden. En dan komen ze weer uit aan de andere kant van de tunnel. Oké, we zijn onderweg naar de A4 links, 75 rond. Er zou volgens de ANWB een auto staan. Dat is een ANWB-melding geweest. Dus we gaan even kijken. We zijn bijna. En dan gaan we kijken wat we aantreffen en hoe we die persoon verder kunnen gaan helpen. Hoi Robby, mijn broers. Goedemiddag. Hoi. De A4 links, 75 rond. Ja. Yes, ik ben ter plaatse. ANWB-melding, Key. Hoi. Het is er aan de hand. Ja, hoi, ik denk dat slangetje geknapt is. Denk je? Ja. Ik weet niet, alles is hier allemaal vanaf gebroken. Oh ja, ik zie het. Ja, ik kom vanaf de bomlek. Ik heb al witte rook en in één keer schoot hij helemaal omhoog. Dus ik heb hem gelijk stilgezet. Nee, dat is slim. De autosleutel. Dankjewel. Goedemiddag, A4 links, 75 rond. Yes. Ja, oh, als je kan je de kruis even verlengen, ik zie een autootje staan. Klappen die. Even kijken, 74, 4 zullen we doen. Ja, is goed. Oh, ik denk dat hij gewoon aan het pissen is. Ja, hij is gewoon aan het zeiken, joh. Nou, dan gaan we hem even een hartig woordje toespreken. Ongelooflijk, joh. Ja, want weet je... Ja, Tom, weet je wat het is? Dan gaan ze pissen op die vluchtstrook. Maar ik leg daar straks onder een auto. Dat is niet helemaal de bedoeling, dit, hè? Dat snap ik, maar dit is niet de locatie. 2 kilometer daar is een afrit. Kunt u daar op uw gemakje bij de Burger King of het tankstation plassen? 2 kilometer. Rijden? De auto is kapot. Ah, kijk, zeg dat dan. Zeg ik dat ik het doorgegeven? Dat weet ik. Niemand, ik heb nog niks binnen. De opdracht moet ik nog doorgegeven hebben. Nog niet? Nee. Dan gaat er iets niet goed, maar dat maakt niet uit. Ik zei nog dat u 84, vriend. Ja, dat begrijp ik, meneer. Ik heb het moeilijk om het op te houden.
niet handig. Dat is niet mooi. Daarom heb ik een kruisje op de weg staan ook. Dat is net wat extra veiligheid. Niet dat ze altijd luisteren, maar... Ik kon bijna niet nauwelijks besturen. En de motorlicht afweet, ik heb baan oplicht aan. Iedereen begon te gillen, te blaren. Ja, maar ze zijn tegenwoordig zo ongeduldig. Er is geen begrip meer. Ik heb met de grootste moeite kon ik hem dus op de vluchtstrook... Oké. Nou, apart. Maar nou, dan gaan we even lossen. En dan, Ik ben blij dat voor de Benelux-tunnel lukte. Ja, gelukkig wel. Ja. Maar als je het niet vertrouwt, dan raad ik altijd aan. Als je denkt dat er iets aan de hand is, ga sowieso nooit de tunnel in. Ja, dat is gewoon, als je daar komt stil te staan, dan hebben we een heel ander probleem. En dan is het zo zitten en wachten en hopen dat er niks gebeurt. Ja. Ja. En de grote vrachtwagen wachten, ik heb alarmlicht aan. Ze zitten allemaal zo, hè? Ze zitten allemaal zo. 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 Dan duwen we hem even een stukje naar achter. Hartstikke idee. Een sleuteltje erin. Zo. Ja, hè. Hoppa. Hartstikke idee. Oké. Daar gaan we weer. Ja. Oké. Ik wil nog even wat uitleggen, want misschien zullen mensen vinden dat ik nogal fel reageer. Maar waarom? Nou kijk, ten eerste is het levensgevaarlijk als je op de snelweg even stil gaat staan om even een klein plasje te plegen. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, dat ten eerste. Dat zeggen we allemaal al heel vaak. Doe niet of ga niet op de snelweg stilstaan als het niet nodig is. Vooral in dit geval, nou, wat is het, de tunnel door en je bent bij de afslag. Maar als het moet, dan moet het. Dat snap ik. En weet je wat het ook is? Volgende keer lig ik daar, Tim, Koos, Patrick, weet ik veel wie. Ligt daar op de snelweg een bandje vast te maken en is aan het werk daar zo. En wij liggen dan in iemands anders plas. Dat is niet fijn. Dat is niet fris. En ook nog eens, wat ik net ook al zeg, het is gewoon echt gevaarlijk om daar te staan. Achteraf bleek meneer pech te hebben. Toen hebben we in de auto nog even erover gesproken. Toen begreep hij mijn reactie. Dus verder niks aan de hand, niks aan het handje. Hij begreep mij, ik begreep hem. En nu hebben we elkaar geholpen. Hij gaat het niet meer doen. En ik heb hem naar een veilige locatie gebracht. En wij gaan nu weer door naar de volgende. Hi. Oké, we gaan nu rijden doen bij de Shell op de A15 hier rechts, op de hoofdrijbaan. Een vriend van mij belt net dat hij daar iets ziet staan. Dus we gaan even een kijkje nemen of daar ook nog daadwerkelijk wat staat. Ook zei hij dat er een kapotte vrachtwagen staat. Dus misschien kunnen we een zware berging gaan fixen of zo, ik weet het niet. Maar we gaan even kijken wat we te doen hebben. Want volgens mij is dit niet ons gebied met zware berging, maar dat weet ik niet zeker eigenlijk. Let op, stilstaand voertuig. Je hoort het. Dus we gaan even kijken. Even zo, kan ik even kijken. Ik zie nog niks. Ik ga even terug. Dan zie ik op links op de hoofdrijbaan ook nog wat staan. Dus gaan we daar even koekeloeren. En
nu op de remmen gaan, echt waar jongens. Let op, stilstaand voertuig. Kansloos, echt waar. Hallo. Hoi. Het is er aan de hand. Zullen we rustig heen? Ja, ik hoorde het. Ik denk, nou, dat gaan we niet doen. Nee, zou je denken? Helemaal niet. Ja, coach belde. Hij zegt, ja, hij staat toch niet op reis ook één. Verkeerd stilgezet. Ik had gisteren ook al een auto met een lekke band. Gisteren ook al, bij Thomas. Ook was dat gisteren of eergisteren? Nee, gisteren. Eergisteren volgens mij. Hongaar. Ja, die hebben we samen gedaan. Ja, nou, hetzelfde verhaal, ook reis ook één. En dit ook. Lekker bandje, ja. Sleutel? Zo, nou, gisteren hadden we dat ook al, maar dat is niet gefilmd helaas. Ook een auto met een lekke band, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar wat gebeurt er nou? Tweede keer toe, gaan ze stilstaan op de rijstrook. Maar ik denk dat iedereen ook wel een beetje kan begrijpen dat natuurlijk nooit de bedoeling is. Maar hij staat erop en dan gaan we weer vertrekken. Oké, stap maar bij mij in. Yes, you can sit in my car. Oké, but do you know the address where we gonna go now? Not yet. Aan de hand. Geen remmen meer. Geen remmen meer? Totaal niks. Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Nee. Alleen de handrem nog? Ja. Ik heb dus hier een snelweg af. Ja. Ik voel het. Oké, dat is een beetje gek. Hier al niet te janken. Hier moet hij op toch? Ja. Geweldig. Zo. Oké, we gaan deze in de lepel doen, omdat die een beetje groot is. Mebroes. Lieve schat, daar sta ik bij. Oh. Nee, ik sta erbij. Dat is eigenlijk die op 47.2, alleen... Ja, 47.2 en 47.2 X-ray is nogal een verschil. Ja, precies. Oké, doei. Jij gaat goed hoor, 47.2. Ja, maar daar staan we niet. Waar dan? We staan op 47.2 X. Oh, ja. Die is namelijk, 47.2 is daar beneden. En X is hier. Dat is het verschil. Hey, ik ben volgende week in die bus. En rem ik op. Ja? Ik kom slapen, dus ik had een gemelde bij ons door. Ik zeg, stuur een keer naar de garage. Joh, deze week in Astem, want... Nu? Dat is gelukkig goed gegaan nu. Ja. Een beetje gelukkig. Ja, het is echt een heel klein beetje. Ja, je moet goed diep het pendaal intrappen. Ja.
trein niet verder. Nee, dat moet u ook zeker niet doen, want als het ineens gaat remmen straks, nou, door filevorming, dan zit je erop. Je doet het toch, hè? Je kunt wel een stukje verder rijden dat je hem langs de snelweg zet of zo, van de snelweg af. Nee, echt niet, zeg. Nee, want als je straks bij Hoogvliet eraf gaat, kom je stoplichten tegen, en dan? Ga dan maar uitleggen dat je iemand even goed in zijn achterkant rijdt. Ja. Nee. Er is bijna niks gevaarlijker dan geen remmen hebben. Ja. En dan voorganger is de rem. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Sta je wel lekker snel stil, dat wel. 47-2 X-ray. Yes. Jazeker. Top, dankjewel man. Hoi hoi, tot volgende. Hoi. Hoppa, en uit. Is het Rijkswaterstaat stuurt dan of niet? Nee, de ANWB stuurde mij. De ANWB? Naar 47-2. Alleen toen ik hieronder reed en eigenlijk op de tunnel wilde gaan draaien, want dan kan ik erbij komen. Ja. Zag ik daar niks staan op 47-2. Dus ik kijk omhoog. En jou hoor, daar zit ik u staan. Kniplichten. Daar heb ik voor mijn plezier aan, jongens. Nee, gewoon naar binnen rijden. Gewoon naar binnen rijden. Ja, maar hij remt nog een beetje, dus als je rustig aan, als je rustig aan rijdt, dan kan je wel erin rijden hoor. De sleutel? Ja. Kunt u hem in één keer naar achter rijden? Goed. ANWB afgezet, de remmen deden we mee. Meneer bij de ANWB neergezet, die gaat daar nu verder alles regelen. En volgens mij moet ik alweer naar de volgende. Yo. Wat dan? Ja, we komen eraan. Het gaat om de camera's manshond. Die mist zijn vader. Dus we gaan nu daarheen. Doei. Lennart! Ik ga het weer met Lennart doen. Hij is mijn schatje. Ja, ik ga weg. Test. Even introotje, outrootje. Weer? Wacht even. Waarvoor is deze dan? Voor zondag, denk ik. Voor zondag? Ja. Is het maar goed? Dankjewel. Nou, introotje of outrootje? Beide. Beide? Eén. Oh ja, dit was hem. Dit was hem. Is het met jou mee geweest weer vandaag? Alweer. Alweer? Alweer. En nu wel wat gedaan? Wat? Ja, veel pechverplaatsingen. Heel veel pechverplaatsingen. Waar? Daar 15? Nou, 15, 4. Lastige, leuke, moeilijke? Nee, alles reed nog. Lekker banden? Onder andere. Plassende mensen gehad. Ja, dat leg ik nog wel een keer. Ja, dat was echt weer anders. Oké, okay, en verder? Niet zoveel gedaan eigenlijk. Veel pechverplaatsingen rondjes gereden. Dat was eigenlijk. namens Tim. Ook bedankt voor het kijken. Die is nog even aan het genieten in Frankrijk. Ik zag net een fotootje dat hij met Jaap is in Frankrijk. Dus ik weet wel weer waar het geld zit hier.
Niet bij mij in ieder geval. Ook niet bij Lennart, denk ik. Leuk dat jullie hebben gekeken. Like en abonneer. Maak het niet erger. Bel een berger. Houdoe.